ben Jasper en ik ben 6 jaar oud. En ik doe BMX omdat ik dat leuk vind. In een team en dat team heet Loco Look. En dan krijg je helmen en handschoenen en shirts en broeken en fiets. En van mijn 5 ben ik wedstrijden gaan rijden. Vorig jaar in Kortrijk was ik 2 bij het Belgisch kampioenschap. En bij die clubkampioenschap moet je tegen je club rijden. En daar was ik eerste, boven mijn broer. Ik doe trainen 3 keer in de week. En ik vind dat leuk omdat je daar moet springen en achterwielen. Dan ga je vanzelf wel over op de bult. Nou, wij zijn de ouders van Casper. Wij trainen een paar keer in de week met hem. Hij heeft ook nog 2 broertjes. Die gaan ook mee, die trainen ook voor fietscross. 3 keer bij de club. Daar doet hij gewoon fietscross training. Hij doet ooit in de sportschool wat training als het niet goed is, als het weer niet goed is om buiten te trainen. Ja, in het weekend wordt vaak wedstrijden. Het eerste wedstrijdje was vorig jaar in Kortrijk. Daar reed hij toch in een internationaal veld, zeg maar, met de rijden door Tsjechië, Frankrijk, Engeland, noem maar op. En toen werd hij 2e, dus dat was erg leuk. Ja, op de wedstrijden probeer je natuurlijk een beetje op zijn eten te letten, maar dat is bij een klein kind best wel moeilijk. Maar je probeert wel te zorgen dat hij genoeg fruit en genoeg drinken in ieder geval krijgt. En een beetje groente en niet te veel snoepjes.